Welkom allemaal bij deze meet-up. Het thema vandaag is e-health implementeren. Heb je alle dimensies in beeld? En is een onderdeel van ons leerthema privacy compliance. Ik ga even mijn beeld stop-share, zodat wij elkaar kunnen zien. Welkom allemaal. Ik heb even voordat we gaan beginnen, een verzoek. Als je rechtsboven in je scherm kijkt, dan heb je de mogelijkheid om view aan te klikken. En dan is het verzoek even om het op speaker view te zetten, zodat je in beeld krijgt wie er aan het woord is. Het andere verzoek is, het is een opname. Dus mocht je daar een probleem mee hebben, weet in ieder geval dat we deze meetup ook opnemen om dadelijk weer verder te kunnen verspreiden en te kunnen delen met anderen. En dan heb ik nog een organisatorische opmerking voordat we met de inhoud aan de slag gaan. Is dat het verzoek dat als je vragen hebt of opmerkingen, dat je tijdens even met zo'n emoticon, die staat daar rechtsonder, een vinkje kan geven. Ik zet nu even als voorbeeld een handje. Als je een vraag hebt of iets wil laten weten, steek dan even je hand op. Dan zie ik dat en dan kan ik je ook even het woord geven. Nou goed, ik denk dat ik van start ga. Ik wil jullie graag welkom heten in deze meetup. We hebben vandaag het thema privacy compliance. En drie gastsprekers die ons vandaag gaan delen over hun ervaringen, kennis en kunde rondom dit thema. En nog wel een stukje meer ook, kan ik alvast verklappen. Sprekers die vandaag aanwezig zijn, zijn Wilke Brouwers en Edwin Schippers van Baker Tilly. En Sander Houdijk van Basalt. Ik geef jullie zo meteen even de ruimte om ook even jezelf voor te stellen. En we gaan het vandaag hebben over met name de toepassing van een heel mooi plan van aanpak wat Baker Tilly heeft aangeboden en met Basalt samen heeft uitgevoerd om hen te ondersteunen in het thema privacy compliance. Nou, als eerste zou ik even het woord willen geven aan Edwin Schippers en Wilco Brouwer om heel even jullie zelf voor te stellen. Ja, dankjewel Sanne. Heel kort, ik ben Edwin Schippers. Ik ben 20 jaar strategisch adviseur in de zorg. En ik houd mij vooral bezig met slagvaardige besturing, dus governance vraagstukken bij zorgaanbieders. Transformatiemanagement in de laatste jaren ook steeds meer digitale transformatie. Hoe zet je dat nou goed neer op een effectieve manier? En ten derde, evident voor vandaag, zorginnovatie. Mooi, dankjewel. Ja, zal ik een stokje overnemen. Goedemorgen allemaal, Wilco Brouwers, ook werkzaam bij Baker Tilly. In hetzelfde veld als Edwin, maar meer met een IT-sausje. Ik ben IT-auditor van achtergrond. Dus wat meer bezig ook met de ICT-verandering, de digitalisering en de innovatievraagstukken die daarbij komen kijken. Maar vanuit mijn achtergrond ook binnen de Setup Expert Pool nadrukkelijk met privacy compliance bezig, omdat dat onderdeel is als je gaat digitaliseren van je compliance in je zorginnovatietraject. Mooi. Wilco, kan jij aangeven, wat maakt privacy compliance zo'n complex vraagstuk? Ja, nou, ik denk dat privacy in de breedte, zeg maar in Nederland, even los van de zorg, dat het een onderwerp is wat sowieso beladen is. Hè, de autoriteit persoonsgegevens, die zet er best druk op, laat af en toe ook de spierballen zien. Dus er is wat, je zou kunnen zeggen, angst tussen aanhalingstekens ook wel, hè, om daar verkeerde beslissingen te nemen. Daar start het al mee. En het is ook, als je kijkt naar SET en de dingen waar innovatieclusters mee bezig zijn, is het ook vaak lastig om goed in kaart te krijgen van waar loop ik dan precies die risico's. Het is gewoon een complexe materie toch wel. Terwijl de kern eigenlijk van de wetgeving niet zozeer is dat je aan een hele set van regeltjes moet voldoen, maar meer dat je jezelf, dat je goed inzicht moet krijgen in welke informatie verwerk ik op welke momenten en hoe ga ik daarmee om. Dat je je risico's inschat en daarop acteert. Dat is eigenlijk de kern. Maar er is heel veel angst dat het eigenlijk een grote regelset is waar je aan moet voldoen. En als je er aan twee niet voldoet, dan ben je al in gebreken. Maar zo werkt de wet eigenlijk gelukkig ook niet. Alleen, die sfeer hangt er gewoon omheen. En dat maakt het lastig om als je aan de gang gaat met een innovatie,
om het zijn juiste plek te geven. Dat begrijp ik ook wel. Hè? Op het moment dat je vanuit een zorgorganisatie met dit thema te maken krijgt, dan is dat ook een verdiepingsslag die je moet kunnen maken, ja. Waardoor je die compliance kan bieden. Hè? Dus de weerbaarheid, zo zou ik het willen definiëren. Klopt dat? Weerbaarheid, flexibiliteit, zijn dat termen die daarbij passen? Zeker ook, ja. Kijk, we hebben gezien bij beide clusters waar we nu betrokken zijn, dat het ook een kwestie is. En dat zo prediken we het ook altijd al wel van, wees bevraagbaar, hè, zou je het haast kunnen noemen, op het moment, want je bent nooit helemaal dicht, hè, met je informatie. Maar op het moment dat zich zaken voordoen, dan moet je een verhaal ook hebben. Je hebt erover nagedacht, je hebt bepaalde maatregelen geïmplementeerd. En dan weet je ook waar je aan toe bent als er toch onverhoopt iets fout zou moeten gaan. Dus dat is een beetje weerbaarheid, hè, zoals je zegt, inderdaad. Mm-hmm. Flexibiliteit ook zeker, maar daar komen we zo denk ik wel op, want privacy compliance moet je altijd wel blijven zien in het grote geheel van alles wat er speelt rondom zorginnovatie. Want er zijn allerlei dimensies van belang en de keuzes die je maakt van hoe financier ik mijn innovatie, welk platform kies ik, hoe bed ik het in mijn zorgpad, dat heeft eigenlijk ook allemaal wel te maken met die compliance kant. Want daar kan je vaak al slimme keuzes maken. Nou, als ik zo luister hoe je dat nu omschrijft. Je geeft het ook aan van er is ook een breder perspectief eigenlijk om ernaar te kijken. Edwin, even het woord aan jou. Zou je dat kunnen omschrijven? Wat is dat bredere perspectief? Ja, dan kom je eigenlijk op onze visie op zorginnovatie. Waarbij je eigenlijk zegt, je hebt een achttal dimensies die het succes bepalen van een zorginnovatie. Compliance is één van die acht dimensies. Maar daarnaast spelen er nog een paar meer. We hebben ook denk ik een plaat die we kunnen laten zien. En de kern van die plaat is dat je integraal kijkt naar je initiatief rondom zorginnovatie. We lopen ze even langs. Ja. Strategie. In hoeverre, dus dat is een eerste dimensie. Hoe past zorginnovatie in de strategie van de organisatie? Hoe belangrijk is innovatie voor jou als zorgaanbieder? En dat verschilt per organisatie. Voor de ene organisatie is het een heel belangrijk onderdeel. Voor een andere organisatie is het echt iets nieuws. Nou, de mate van inbedding in je organisatiestrategie en dus daarmee ook het hebben van een eigen visie op innovatie, dat is een belangrijke, omdat het gaat om hoe bestendig is, als je een initiatief gaat nemen, hoe bestendig is die lijn? Want innovatie doe je niet voor een half jaar. Dat is onderdeel van een ontwikkelproces als organisatie. Nou, dus dat is de eerste dimensie. Heb je een eigen visie op en hoe is die visie? En is dat met andere partners? Doe je dat alleen? Dat soort vraagstukken spelen daar, zijn daar aan de orde. Heel belangrijk is de aanhaking. Wat doe je het eigenlijk voor? Als je innoveert, moet het een tastbare meerwaarde hebben. De kwaliteit gaat omhoog, de toegankelijkheid wordt verbeterd, de kosten kunnen omlaag, wachtlijsten kunnen worden gereduceerd. Vul maar in. De effectiviteit van de zorg kan omhoog. En dat betekent dat je bij initiatieven goed moet kijken, wat is de meerwaarde voor cliënten, patiënten? Heb je dat ook uitgevraagd? Mm-hmm. Past het ook goed bij de cliënten en patiënten? Dus dat perspectief zien we ook regelmatig onderbelicht. We nemen het aan, maar wij ook in gesprek met de cliënten en de patiënten. En de andere doelgroep, zeker zo belangrijk, de zorgprofessionals zelf, de verschillende disciplines in je organisatie. Wat levert het hun op? Want op het moment dat voor één van beide of beide partijen de meerwaarde beperkt is, dan blijft het oneerbiedig genoemd spielerij. Dan zal het nooit tot volwassenheid komen en de meerwaarde die het de potentie kan hebben. Dus dat vinden we ook hele belangrijke elementen. Bij in gesprek, heb je dat goed in het snotje. Nou, financiering ook van belang. Een subsidie kan helpen om te starten. Maar uiteindelijk gaat het erom, kan een initiatief, kan innovatie als onderdeel van je nieuwe zorgpad, zorgprocedure, zorgprotocollen, leiden tot een duurzame financiering. En daar zie je de bekende paradox. Op het moment dat je minder productie zou draaien, bijvoorbeeld meer via e-health en minder via face-to-face, of reguliere behandeling, krijg je dat dan wel bekostigd? En zo niet, dan word je eigenlijk slachtoffer van je eigen succes. Nou, hoe ga je daarmee om? Dat is ook een belangrijk punt. En denk daar aan de voorkant over na. Ga daar met de verzekeraar en met andere financiers ook over in gesprek, om aan te geven, wat hebben we nodig om te laten zien dat dit succesvol is vanuit meerdere perspectieven?
Nou, de implementatie is een andere dimensie in ons verhaal. Dat is, hoe pak je het aan? Hoe implementeer je? Doe je dat via een ontwikkelachtige aanpak? Doe je dat via een ontwerpachtige aanpak? Is het een klein groepje innovators die dit draagt? Of is het een grotere groep? Hoe is de sponsorship bij de doktoren, bij de verpleegkundigen goed geborgd? Hoe ga je dat stap voor stap, zeg maar, die olievlekwerking organiseren? Dat gaat, leert onze ervaringen van Wilco en mij, niet vanzelf. Dat moet je op een of andere wijze organiseren. Op zijn minst goed over nadenken, zodat je dat kunt laten ontstaan. Nou, en compliance hebben we al even geraakt. Dan hebben we tot slot ook nog exportatie. Wat gaat over, ja, via welke platforms gebruik je? En hoe borg je dat ook gewoon goed geëxporteerd kan worden? En doe je dat zelf? Want dan zit je vaak al op het spoor. Ja, is dat de core business van jou als zorgaanbieder? Of ga je dat anders organiseren? Dat blijkt in de praktijk nog niet altijd even makkelijk. Hè? Wilco heeft daar veel meer kennis van. Maar dat zien we in de praktijk ontstaan. Nou, dus als je het hebt over die brede blik waar je net naar vroeg, dan zie je, onze aanpak zegt, kijk naar al die dimensies bij het maken van een plan van aanpak. Ja. Want in balans leidt dit tot de meest succesvolle en effectieve initiatieven en innovaties. En dat is uiteindelijk waar je het met z'n allen voor doet in de BV Nederland, maar ook als individuele zorgaanbieder voor je patiënten en cliënten. Nou, misschien is dat wel een mooi bruggetje. Want dankjewel Edwin voor deze uiteenzetting. Ik denk dat juist de bredere perspectief dat belangrijk is om mee te nemen als we het hebben over die privacy compliance. Want het raakt natuurlijk al die thema's in dat hele proces van implementatie. En ik heb, we hebben ook nog iemand anders aan tafel, Sander Houdijk, die veel ervaring heeft met het implementeren van de zorgtechnologie en een heel mooi platform heeft ingericht naar aanleiding van een ZET-project en nog meer activiteiten, maar dit is in ieder geval één van. Sander, misschien even een mooi moment voor jou, in ieder geval eerst even om je te introduceren. En daarna wil ik je graag even het woord geven over jouw ervaring met het platform Ik Oefen Zelf. Ja. Nou, ik ben Sander Houdijk. Van origine ben ik fysiotherapeut. En dat zal Josh te zien. Ga ik straks ook weer de zorg in. maar daarnaast ben ik 3 dagen in de week senior adviseur zorginnovatie. En leid ik het project ikoefenzelf.nl. Ik werk in de medisch specialistische revalidatie. Dus dat betekent dat één patiënt meerdere zorgprofessionals om zich heen krijgt. Weer mee te doen in het leven na bijvoorbeeld een beroerte. Nou, wij richten zich met ons project op deze doelgroep, de CVA-patiënt. En wij zien steeds meer e-health, net zoals de meeste denk ik hier. Maar wij zagen ook dat dat zou betekenen dat onze patiënten 4-5 verschillende e-health applicaties aangeboden gaan krijgen van verschillende therapeuten. Dus dat wilden we voor zijn door ook een portaal te maken, zodat er één inlogplek voor de patiënt ontstaat waar al zijn of haar oefenstof beschikbaar is. Nou, en dat portaal, dat heet dus ikoefenzelf.nl. En daarin zitten dus verschillende e-health applicaties die we gewoon in hebben gekocht. E-health applicaties uit de markt zitten daar aangekoppeld. Dat is eigenlijk het project. En die zijn we nu aan het uitrollen binnen onze 9 CVA behandelteams. En de ambitie is om zo'n 1500 CVA patiënten dit platform te laten gebruiken in 3 jaar. Ja. Dus we zetten hoog in. Dat betekent dat is ongeveer 50% van ons driejaarlijks aanbod. Mm-hmm. Ook omdat we weten uit een project wat hiervoor gedraaid heeft, of de voorganger van dit project, dat deze doelgroep niet altijd in staat is om van deze digitale middelen gebruik te maken. Ja, precies. Dus daar zit eigenlijk nog een extra uitdaging in. Hè? Dus het meenemen van de mensen in het gebruik ervan. Ja, we hebben wat dat betreft ook een hele uitdagende doelgroep gekozen. Mm-hmm. Deze doelgroep die heeft soms door hersenletsel minder mogelijkheden om digitaal vaardig te zijn of worden.
Dus dat geeft een extra uitdaging met ik mee. We weten wel uit de literatuur dat als het ons lukt, dat juist deze doelgroep heel veel baat heeft bij deze manier van aanbieden van zorg. Omdat je het juist heel mooi en gestructureerd aan kan bieden. Ja, heel procesmatig ook, hè? Dus heel duidelijk volgbaar. Hey, en als we het koppelen aan de privacy compliance, hè? Dus het thema waar we het hier vandaag over hebben. Hoe was jouw kennismaking daarmee? Want jullie hebben natuurlijk een heel traject, daar gaan we zo meteen op verdiepen. En dan kan Wilco daar ook meer over vertellen. Maar ik ben even benieuwd naar jouw eerste kennismaking. Hoe was dat? Bij het begin van het project had ik ook geen ervaring eigenlijk met hoe regel je dat nou in? En hoe krijg je beeld of hoe veilig hoe jouw platform voldoet aan de wet en regelgeving? Mm-hmm. En dat was eigenlijk ook een van de eerste zoektochten van ons. Waar gaan we die informatie vinden? En zodoende zijn we eigenlijk bij Edwin en Wilco ook terechtgekomen, omdat wij die vraag aan jullie hadden gesteld. Kunnen wij geholpen worden hierbij? Het inventariseren van je privacy, zeg maar, dat bestaat, dat moet wettelijk, maar bestaat nog niet heel erg lang, als ik het goed heb, Wilco en Edwin, dat echt verplicht is. Dus wij hebben binnen Basalt nu zeg maar een jaar een security officer daarvoor. Maar die was zelf ook nog ontzettend aan het zoeken. Hoe ga ik dat nou inregelen? Hoe zorg ik dat mensen dat gaan doen? Hoe kan ik hun faciliteren om ook zo'n inventarisatie te maken? Het is wel mooi dat je dat aangeeft. Hè? Dus dat is eigenlijk nog een, zoals je het omschrijft of zoals ik het zou samenvatten, is het eigenlijk ook nog een zoektocht zelf als organisatie om hiermee aan de slag te gaan. Of hoe ermee aan de slag te gaan. Wilco, herken je dat bij andere zorgorganisaties of ook nu in dit traject met Basalt? Ja, zeker. Want wat ik al aangaf, het is deels de onbekendheid überhaupt met de wetgeving. Van wat moet je nu doen? Hè? Wat is verplicht en wat houdt het allemaal in? Maar deels ook, dan moeten we ons ook beseffen, ook al heb je de experts in huis en heb je de kennis. Deels is het ook het onvoorspelbare van een innovatietraject. Wat maakt dat je ook op voorhand niet eens weet van wat ga ik allemaal aan gegevens bijvoorbeeld verzamelen. En hoe zwaar kritisch is dat dan, hè, in het kader van de privacywetgeving? Want dat moet je vaak ook nog gaan ondervinden in zo'n innovatietraject. Hè. Het is vaak gewoon letterlijk zo dat je denkt van ik start met iets. Hè, dat was ook bij het platform Ik Oefen Zelf. Een aantal apps die gebruikt werden door cliënten. Maar wat voor gegevens ga je nu als Basalt in dit geval zelf registreren? Ja, dat moet ook ontstaan. Dus je hebt even die experimenteerruimte nodig. En dat maakt het wel lastig. En nou, het mooie van de constructie zo via de setup pool, waar we als experts gewoon heel free format eerlijk gezegd, begin dit jaar met Sander en een collega zijn gaan zitten. En heb ik gezegd, nou vertel nou eens, wat doe je in dat platform? En gewoon letterlijk op een papiertje zijn gaan tekenen. Van, oh, dat betekent dus op die manier log je in, dan doe je dat. En daar zitten waarschijnlijk de risico's. En doe je daar eigenlijk al iets aan? En dan gaat het balletje rollen. En kan je ook, want terecht zegt Sander van, je moet dan dingen ook invullen. Hè? Je hebt standaard vragenlijsten, de privacy impact assessments, zoals ze zo mooi heten. Die kan je dan uiteindelijk ook echt gaan invullen met elkaar. En onderbouwd aangeven van, kijk, zo kijken wij er tegenaan. We denken dat hier risico's zitten en dit doen we daaraan. Oké. Je noemde dat net, hè, van mensen, het is nog heel onzeker. Men weet eigenlijk ook niet. Ga ik nog even terug naar Sander. Wat is nou eigenlijk de grootste angst die er dan aanwezig is in de zorgorganisatie? Waar is men bang voor? Ja, Wilco zei het al. Hè. Dat is, hangen we dadelijk niet eens in het nieuws met een zeer gevoelig nieuwsitem die je zeker niet wil. Daar is wel angst voor. Wat mijn ervaring is als je juist ermee aan de slag gaat, dan neem je die angst ook weg bij jezelf. Want Wilco zei dat eigenlijk ook al en ik wil het ook wel benadrukken. De wetgeving is niet
een vingertje die jou afstraft als je geen vinkje die je afstraft. Ja. Aan of uit kan zetten. Maar het gaat erom dat je kan aantonen dat je erover nagedacht hebt. En wij zijn ook niet waterdicht met dit platform nog. Maar we zijn ons ervan bewust. En we hebben beheersmaatregelen nu staan. En ze kunnen uitleggen, ja, we weten het. En dit en dit. Zijn we aan het regelen of gaan we regelen? En deze tussenmaatregelen hebben we genomen. Ja. En daar gaat het om. Ja. En dat is wel, dat voor ons voelde dat heel fijn om dat te beseffen. Ja, dat kan me voorstellen. Ja. En dat is denk ik ook wel goed. Ja, kan je aangeven, hoe is dat een onderdeel van jullie methodiek of jullie aanpak? Hoe jullie dat hebben gedaan met Basalt samen? Ja. Ja, ja, ik denk wat ik nog even wel aanvul op Sander, dat is mooi dat hij dat ook zegt. Hè, van, deels neem je de angst ook weg, hè, want je hebt toch op een rij staan van we doen al dingen. Hè, want er gebeuren gewoon altijd al de goede dingen om risico's in te perken. En het helpt ook, hè, dat moet je ook beseffen, om vertrouwen naar anderen uit te stralen. Want het zijn vaak wel de eerste vragen die gesteld worden door cliënten. Hè, en door andere stakeholders, ook het bestuur van de organisatie. Die zeggen van ja, maar hoeveel risico lopen we hier nu eigenlijk? En eigenlijk heb je dan ook als innovator in een organisatie of als security officer heb je vaak niet het juiste antwoord gelijk paraat. Daar helpt het ook bij. Dus dat is, daar wil ik nog even aanvullen. En de relatie naar die dimensies, ja, voor ons was het voor het eerst dat eigenlijk dat model, hè, zoals we net lieten zien, dat starten vanuit privacy compliance eigenlijk, wat eigenlijk altijd is er in één van de dimensies, zoals Edwin dat toelichtte, is er iets aan de hand. Hè? Loop je ergens vast? Je hebt problemen met je professionals die niet mee willen, of je krijgt de financiering niet rond. En daarvoor wordt er vaak ook bij organisaties als de onze aangeklopt. En dan gaan wij dat speelveld verkennen, want dan zit er ook altijd wel iets in die andere dimensies. Bij Basalt startte het vanuit privacy compliance, want ik ging wel vragen stellen van maar wie is nou eigenlijk eigenaar van dat platform? Want jullie hebben een platform gemaakt samen met leveranciers, maar heb je dat nou met die leveranciers uitgedacht? En dan pak je al de dimensie, strategie er eigenlijk bij, want wat wil Basalt? Wil die zelf platformleverancier worden? Of wil die juist van het helemaal uitbesteden, hè, aan een leverancier? Nou, zo, dat is een voorbeeld van een dimensie, maar zo raak je dat ook bij de zorgprofessional. Van hoe kijkt die er tegenaan? Hè? Als die inlogt in het platform, wat doet die? Wat vindt die fijn? Wat vindt die niet fijn? En dan neem je die allemaal ook mee om te zorgen dat compliance, wat Sander ook zegt, dat het in plaats van een belemmering eigenlijk straks ook een stimulans gaat worden. Want die professional is misschien wel bang dat die data gaat lekken. En als we nou eens slim bepaalde vragen kunnen beantwoorden van zo'n professional, dan heeft hij weer vertrouwen om een volgende stap te maken. Zo gaat dat balletje eigenlijk rollen. Mm-hmm. En dat heeft er bij Basalt toegeleid dat we zeiden van nou, laten we al die dimensies eens goed in kaart brengen voor jullie. Mooi. Sander, hoe was dat? Dus om dat op die manier in kaart te krijgen en eens te bekijken vanuit dat andere perspectief?